Hoi, leuk dat je kijkt. Welkom op het kanaal van Energy Gracefully. Ik ben Annette en ik ga voor jou unboxen de Cosmenia Beauty Box. Ik heb de nieuwsbrief van Cosmenia. Ik heb in het verleden ook al eens een paar keer de box besteld. Heel enkele keertje doen ze dat. En er kwam nu ook weer een mailtje binnen dat ze een beauty box hadden met, ik geloof, iets van 40 producten erin. En, dus ik heb hem besteld. Ik ga hem met jou unboxen en ik laat je zien wat er allemaal in zit. En waar je dan ook eventueel reviews van terug kunt zullen zien op Ages Gracefully. Dat is de blog waar ik ook reviews schrijf. Hij zit lekker vol. Ik begin eventjes met wat sampletjes, denk ik. Even kijken hoor. Van Lux zit er in een sample van een retinol eye cream. En er zit een sample in van Lux van het Relax Eye and Face Mask. Dus dat zijn altijd lekkere dingetjes als je eventjes een weekendje weggaat. Of je gaat, je hebt eventjes die sampletjes, neem ik altijd mee als ik kort wegga. Even kijken hoor, ik ga hem maar gewoon één voor één pakken denk ik. Van Vanilla Co. zit er in de Clean It Zero. Heel erg lekker is dit. Dit is zo'n beauty balm, zo'n reinigingsbalm. Staat een review van online, want ik heb dit al eerder gehad en Vanilla Co. heeft hele lekkere reinigingsbalms, dus hier ben ik al heel erg blij mee. Dan heb ik hier Centric Molecule 01 Ginger. Dat is een parfum denk ik. Ja, even kijken of ik ruiken hoe het ruikt. Volgens mij heel lekker. Ja, ik denk dat ik dit wel lekker ga vinden. Gember geurtje, dus dat is altijd lekker fris. Dus dat is een parfum sample. Superleuk. Dit is Molten Brown. Oh, die is een beetje vies. Ik pak er even een zakje bij. Die is een beetje lek gegaan, denk ik. Even kijken hoor. Dit is de Wild Mint en Lavendel. En dit is een bath en shower gel. Nou, Molten Brown heb je ook, als je mij langer volgt, wel eens voorbij zien komen. Ik vind het heel erg lekker product. Ik vind het wel heel erg duur. Soms verwen ik mezelf wel eens met zo'n douchegel van Molten Brown. Dit is wel een heel klein flesje, maar ja, hier kan je zeker toch wel een aantal keren mee doen. Dus ook leuk. Die zet ik eventjes hier op het tafeltje, want anders weet ik niet of die verder lekt. Even kijken, wat hebben we hier? Exfoliating Body Bar van Baxter. Dus dat is een exfoliërende zeep. Dus ik weet zelf natuurlijk ook niet wat erin zit en hoe het werkt. Dus misschien dat je dat in sample Saturdays of in misschien een review van een aantal productjes tegelijk terug gaat zien. Dus dat is die. Van This Works, dit is de Stress Check Kind Hands Soothing Hand Cream for Dry and Overwashed Hands. Dus dit is een handcrempje van This Works. This Works is ook een heel erg fijn merk. En daar heb ik ook wel reviews van op mijn blog staan van crèmes en van de pillow spray. En, dus die is ook heel erg fijn. Van Embryolyse, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Hydra Serum. Volgens mij is dit zo'n hele bekende crème die ook make-up artists gebruiken als echt als primer onder make-up. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Die ga ik zeker uitproberen, dus dat is leuk. Dan zie ik een voor mij bekend product, namelijk de Facial Radiance Pads van First Aid Beauty. Heel erg lekker. Ik heb nu een grote pot hiervan in gebruik, dus daar kunnen deze weer mooi bij. Onlangs zaten ook deze in de Look Fantastic box en ik heb ook al een keer een mini verpakking hiervan gehad en ik heb ze al een paar keer zelf gekocht. Dit zijn van die exfoliërende pads die je na het reinigen over je gezicht haalt om de dode huidcellen op een hele milde manier van je gezicht af te halen. Aanrader. Review staat er ook van op mijn blog. Dan van het merk Pai. Dat is ook een heel erg fijn merk en dit is, even kijken hoor, Resurrection Girl Hydrating Mask. Dus een hydraterend masker van Pai. Ook altijd lekker. Living Proof. Heb ik ook al eens een review van over geschreven. Het zijn haarproducten en dit is een shampoo. Heel erg lekker.
van Peter Thomas Roth staan ook diverse reviews op mijn blog. En dit is de Firm Peeling Gel. Dus dit is ook een exfoliërende gel voor je gezicht. Heel erg lekker ook. Dan van Lux, dus waar we ook die sampletjes van hadden. En dit is een retinol... Even kijken of ik het goed kan zien. Retinol serum. Dus ik moet altijd eventjes van alles lezen hoe of wat. Maar dat komt wel goed. Ik zie trouwens nog een product van Lux. Dit is een lippenstift. Even kijken welke kleur. In rode kleur. Nou, rood is niet aan mij besteed. Dus deze gaat in de giveaway voor een van jullie. Want rode lipstift, ja, dat draag ik eigenlijk niet. Dat staat me echt op de een of andere manier. Staat ik me voor gemeten. Maar Lux is ook een heel erg mooi merk. Dan van We Love, denk ik dat het merk is. En dit is een deodorant. We love the planet. You love staying fresh naturally. Forever fresh. Dus dit is een natuurlijke deodorant. Ik moet even kijken of dit wat voor mij is. Ik heb natuurlijk altijd vrij sterke deodorants van Secret. En die vind ik heel erg fijn. En ik ga even kijken of dit wat voor me is. Ik vermoed van niet, maar je weet het niet. Nog een productje van This Works. En dit is de Stress Check Mood Manager. Dit is een spreetje dat als je gestrest bent, een soort aromatherapietje, kan je dat eventjes zo sprayen en dan even een paar keer diep ademhalen. Heb ik hier ook al een keertje volgens mij eerder zo'n sample gehad. Maar leuk dat dat er ook bij zit. Nog iets van Embryolyse. En dit is een hydraterend masker. Intens hydraterend masker. Even kijken of er nog iets anders op staat. Nee. Dus dat is die. Dus nou, we kunnen echt wel een hele routine doen. Dit, hier zit ook weer een beetje lekkage aan. Van Pericone. Pericone MD. Medical Doctor staat het volgens mij voor. Cold Plasma plus Eye. Dus dit is denk ik een eye cream. Even kijken hoor, het zijn hele kleine lettertjes. Ja, Advanced Eye Cream. Dus dat is die lekkere oogcreme. Oh, ik zie hier ook een product zonder dekseltje. Draaien we er even op. Dit is van, is dat van Aurelia denk ik of niet? Rejuvenating Frankincense Hydrating Cream. Oh, van Niels Yard is dat. Niels Yard vind ik ook een fijn merk. Daar heb ik ook wel eens samples van gehad. Dus een hydraterende crème. Nou, altijd goed. Heb ik hier nog een potje. Er zit ook nog een beetje douchegel aan. Ja, die douchegel heeft een beetje gelekt. Dus ik moet het even schoonmaken. Dat is ook weer van Pericone MD. Van dat Cold Plasma Plus. Dus eigenlijk hetzelfde waar die oogcrème van was. Ja, en dit is echt niet te lezen wat dit is. Dat is echt zo piepklein. Nee, dat moet ik echt... dat kan ik zelfs met mijn bril niet lezen. Dus dat moet ik eventjes kijken wat dat is. Maar dat is vast denk ik iets van een cremmetje of zo. Egyptian Magic. All Purpose Skin Cream. Dus daar zit een klein potje van in. Die komt ook wel eens... zie ik ook wel eens op Instagram en zo voorbij komen. Even kijken hoor. Er staat voor lippen, face, body... Hydraterend, verzorgend met honing en olijfolie. Dus dit is gewoon zo'n crème. Die kan je overal voor gebruiken. Droge plekjes, rode plekjes. Dus dat is die. We zijn er bijna hoor. Malin en Goetz. Oh, die top zit ook al niet goed vast. Dat is toch wel een beetje jammer. Daardoor wordt het allemaal een beetje plakkerig. En dit is de Grapefruit Face Cleanser. Dus dit is een gezichtsreiniger. Altijd lekker, Malin en Goetz. Goetz, denk ik dat het is. Ik weet het niet. Heb ik ook wel eens eerder gehad. Ik heb toen heel leuk zo'n bubbelmasker gehad. Dat deed je op en dan ging het helemaal schuimen en bubbelen. En ik heb volgens mij ook wel eens een... ik weet niet of het een oogcreme was of een gewone crème. Volgens mij staan hier ook briefjes van op lijst. Maar deze is nieuw. Die reiniger heb ik nog nooit gebruikt. Dan van Paula's Choice. Essential Glow Moisturizer met SPF 30. Met kiwi en licorice. Dus wat is dat zoethout? Dit is gewoon een lekkere crème voor overdag met SPF. Dus dat is die. Dan zit er nog in een Revive Me
under eye mask. Dus dat zijn van die maantjes, denk ik, voor onder je ogen. Altijd lekker. En dan de ene laatste is Color Love van de Insiders. Stay With Me Color Saver Shampoo. Dus dit is, nou, dat is een flinke fles. Dus 250 milliliter. Dus dit is een shampoo. En tot slot, dit is de allerlaatste van Uyoga Natural and Organic Moonpath Cream Highlighter. Even kijken. Dus het is meer doosje als dat het iets is. Maar dat is wel, oh, die is wel echt heel erg mooi ook. Een make-up product, dus een highlighter. Dus dat zijn alle producten die deze keer in de Cosmenia Beauty Box zitten. Ik vind het super leuk. Ik ga lekker alles eventjes nog op mijn gemak bekijken, lezen. Kijken wat ik ermee doe. Een aantal van de producten zul je misschien terugvinden ook op mijn blog ernetjesgracefully.com. Mochten er producten bij zitten waar je meer over wil weten, laat het dan even weten in de comments. Dan kan ik even kijken of ik die misschien een stukje naar voren kan schuiven met de reviewen. En dan kan ik daar iets nuttigs hopelijk aan jullie over vertellen. Dus dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik je graag de volgende keer. Groetjes, hi!